Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Nou, dat is een lekker debuut. Ja, zeker. Dit is een mooi begin dat je gelijk de 3 punten pakt en ook nog een doelpuntje mee mag pakken. Ja, dat is het mooiste om zo'n de competitie te beginnen. Absoluut. Was dat ook je doelstelling toen je aan de wedstrijd begon? Van nou ja, ik wil gewoon scoren. Ja, natuurlijk. Dat is altijd de doelstelling om te scoren. Maar ik denk dat de belangrijkste doelstelling was wel om te winnen. Ook omdat je woensdag al een goed begin hebt gemaakt om in de beker door te gaan. Nou, dan is het wel super lekker dat je de competitie ook gelijk met 3 punten begint. Hoe vond je de wedstrijd? Ja, op zich. Ik had de eerste half uur had ik echt het gevoel van dit wordt makkelijk. Ik denk dat je dan misschien 3-4-0 had voor kunnen staan, was er niks aan de hand geweest. Alleen dan scoorde in en toen werd het wel minder van onze kant. En de tweede helft. Ja, de keeper daar sprak nog een paar goede ballen, maar ik denk dat je onszelf gewoon de 3-1, 4-1 moet maken en dan speel je gewoon makkelijk de wedstrijd uit. Oftewel afmaken, dat moet nog even eruit komen. Ja, dat moet nog wel even inderdaad een stukje scherpen, absoluut. En hoe ging de voorbereiding? Want je hebt nu hoeveel wedstrijden gespeeld? Een stuk of 6 denk ik? Ja, ik denk een stuk of 6 in de voorbereiding met de beker, 7 inderdaad. Ja, ik heb een prima voorbereiding gehad voor de rest. Goed opgenomen door de groep, een leuke groep. Dus dan loopt het allemaal wel vanzelf. Ja, is dat zo? Gaat dat vanzelf? Ja, vaak wel. Vaak als jij gewoon normaal doet, dan word je wel in de groep opgenomen en zo. En dan klikt het altijd wel. Ook al een beetje gewend aan het speelstijl van HHC en hoe ze hier het spelveld willen brengen? Ja, absoluut. Op zich, dat bevalt me wel. Vooral ook op 10, dat je toch een beetje diep kan gaan en bij de spits kan komen. Dat is ook wel mijn spel wat ik het liefste speel. Dus in dat opzicht klopt dit wel, ja. Nu volgende week weer eentje maken, de druk is hoog. Ja, dat is wel mooi. Daar gaan we wel voor, dat is wel weer de doelstelling natuurlijk. Ja, zo mooi als ik daar ook weer een goaltje mee kan pikken en de 3 punten mee naar Hardenberg kan nemen. Absoluut. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.